Mag ik je een tip geven? Wat doet de buitenlucht een mens toch goed? Zelfs als boven de 21 graden Celsius is en de zon schijnt, hebben oudere mensen het koud. Dat komt omdat de doorbloeding op hoge leeftijd niet meer sterk genoeg is om het lichaam warm te houden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals bij mijn schoonmoeder Hetty Perel van Driel, die altijd warme voeten heeft met haar 88 jaar. Maar intussen doet ze wel de centrale verwarming aan voor de rest van haar lichaam, want kou doet pijn. Hoe leuk is het dan wanneer de illusie van warmte in stand wordt gehouden door een gezellig liedjesprogramma van een artiest. Gezelligheid kent geen tijd. En zoek de zon op, dat is zo fijn. Als je nog meer tips wilt, abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal door op de rode knopje onder te klikken. Dankjewel en tot snel.